Het 20e seizoen van Expeditie Robinson heeft de tongen behoorlijk losgemaakt. Opvallende afvallers, aparte proefwinnaars en de vele bondjes zorgen voor een enorme verdeeldheid onder de kijkers. Bij de afgelopen aflevering viel Yvette Broog af en dat zijn de fans van de show niet helemaal. De verdeeldheid op het Expeditie Robinson Nederland is volop te merken in de afgelopen paar afleveringen. De kandidaten springen van bondje naar bondje, maar kiezen meestal voor de meest vertrouwde medespelers. Zo ook Eva Koreman, die ongeacht de consequenties achter Sharia in blijft staan. Vanille Zomeres bedenkt dat het tactischer is om op Adwazi of Yvette te stemmen in plaats van de zwakkere Mariana, wordt het opeens moeilijk voor de radiopersoonlijkheid. Ik wil liever verliezen van een sterke speler dan winnen van Mariana, bekent Eva. Maar deze uitspraak valt niet helemaal lekker bij de kijkers thuis. Eerder zorgt de DJ er namelijk mede voor dat andere sterke spelers als Tim Coronel, Thomas Bergen en Covijn hun spullen moesten pakken. En dat levert de nodige kritiek op Twitter. Ze willen niet winnen van de zwaksten. Maar ondertussen stemmen jullie wat in, Kelvin en Thomas eruit, al dus één fan. Nu de echte Robinson eruit is, ga je ineens moraalringen spelen en zeggen dat je wel tegen sterke spelers wilt winnen omdat je anders vindt dat je niet echt gewonnen hebt, vindt een ander. Ze vinden het moeilijk om op Yvette en Akwasi te stemmen, maar Tim was geen probleem, meent de volgende fan. In het systeem van steeds de sterkste speler wegstemmen, omdat de zwakste geen bedreiging vond, zal uiteindelijk de zwakste speler winnen, al dus een andere kijker. Het kwam niet echt als een shock voor de kijkers dat de overige kandidaten hun pijlen richtten op Tim. Toch deed zijn exit pijn bij zowel de fans als bij de oud-coureur zelf, zoals hij vertelt in zijn aflevering van Robinson Confessions. Bekijk de video hieronder.